Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen weekend vond de opening plaats van het Bredase Tour Motorseizoen. Bij motorclub De Culinaire Bikers uit Breda kon het materiaal, net van stal gehaald door de motorrijders, uitgebreid getest worden. Het is natuurlijk het voorjaar, het motorseizoen gaat beginnen. De meeste motoren komen uit de stalling. Je hebt motoren die schorten ze op, zoals ze dat noemen, 's winters. Dus die motorrijders die rijden niet. Dus de motorrijder die gaat op de weg. De auto's en de motors moeten weer een beetje aan elkaar gaan wennen. Als je dus een paar maanden geen motor hebt gereden, dan ga je lichaamsdelen vastzitten. Je nek zit vast, je heupen zitten vast en je knieën zitten vast, zeggen we altijd. Motorrijden doe je met die lichaamsdelen. Je motor gaat naar waar je kijkt. God, wat een zin. Maar alles zit vast. Als je in de auto zit, dan kijk je in je spiegeltje en je gebruikt je nek niet. Dus wat leer je hier? Kijken. Kijk door die bocht heen. Als je een bocht goed inzet, kom je mooi uit. Kijk je niet ver genoeg door, dus je kan je nek bijna haaks omzetten, zeg maar. En dan kom je op je goede rechthelft uit. Want als je op de andere helft uitkomt, ja, daar kan een auto aankomen. Ja, dat is erg vervelend. Ingenieur die zegt van dat betalen we allemaal. Hè? Maar het is gewoon een kwestie van loskomen. Hoe werkt mijn motor? Hoe reageert mijn motor? Hoe reageer ik op mijn motor? Dat is gewoon belangrijk. Begin het seizoen veilig. En dat doen wij hier gewoon elk jaar. Nou, de kunst van het motorrijden is eigenlijk een bediening voertuig. Hè? Dus je moet eigenlijk leren de motor trekkend houden. En als je iemand achterop hebt zitten, die moet eigenlijk gewoon helemaal rustig achterop blijven zitten. En degene die voorop zit, die de motor bestuurt. Dat is eigenlijk meer de techniek van het motorrijden. Is het nou fysiek zwaar om de motor te rijden, omdat je de wind vangt op de snelweg? Is dat kracht, kost dat veel kracht voor je rug? Nee, dat hangt eigenlijk van de motor af, het type motor. Als je een naked bike hebt, een kale motorfiets, en dan heb je heel veel rijwind. Dan is het fysiek heel erg zwaar. Heb je nou een bekuipte motor, dan heb je daar eigenlijk helemaal geen last van de rijwind. Want die vangt eigenlijk de wind op je borst en dan heb je daar eigenlijk helemaal geen last van. Het bijzondere verrichting rijden, dat is altijd handig, omdat je dan toch wel dingen weer terughaalt van wat je in je examens moest kunnen. Mm-hmm. En voor mij was het extra leuk, omdat ik nu met de passagier moest doen. Ja. Dat heb ik nooit eerder gedaan. Okay. Dus je leert je motor wel een stuk beter kennen. Wij gaan het toch vervolgen, kijken wat de route aangeeft. En we eindigen het eerste stuk in Heel Vaarbeek.